Een rockshow. Een grote toffe rockshow. Nieuwe set, nieuwe liedjes. Hadden jullie dit verwacht? Nou, het was wel een beetje ook zo die vorige EP Old Hearts die er vorig jaar uitkwam. Er waren ook eigenlijk best wel hele positieve recensies allemaal. Dus er was wel natuurlijk een beetje spanning van hoe ga je zoiets opvolgen. Maar aan de andere kant wilden we dat ook niet te veel dwingen. Dus we hebben gewoon geschreven wat we hebben geschreven. En zo goed mogelijk een productje van proberen te maken, zeg maar. We zijn hartstikke blij dat alle recensies natuurlijk zo lovend zijn. En ja, daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Het is wel een soort verwachtingspatroon voor je volgende plaatje, zeg maar. En het ziet er nou heel goed uit, dus we mogen absoluut niet klagen. Nee. Was het nu niet lastig om eigenlijk aan die verwachtingen die misschien gebekt zijn, te voldoen? Ik denk het wel, maar aan de ene kant is het ook zo van, je schrijft ook gewoon wat je schrijft en je maakt de liedjes die je wil maken. En of mensen het tof vinden, dat zal helemaal te gek zijn. En als ze het niet tof vinden, ja, dan is het ook af en toe van ja, helaas, maar dit is je kunst en dit is wat je doet. En we gaan niet een liedje schrijven omdat het dan beter in de recensies past ofzo. Of dat het dan beter past voor mainstream of zo. Je schrijft gewoon wat je mooi vindt en dat wil je uitbrengen. Eén ding wat ik wel in de recensies gelezen heb, dat vind ik op zich ook bijzonder, is dat deze EP wat rustiger is in vergelijking met jullie vorige EP. Ja. Tell me. Is het geval? Ja, we hebben er gewoon, het is eigenlijk, als je kijkt, heel kort erop. We hebben binnen een jaar na Old Hearts eigenlijk weer opgenomen, zijn we de studio ingedoken. Dus, maar in die tijd is er eigenlijk best al wel veel ontwikkeling geweest. En het is, ik denk dat er nog steeds een goede edge is en een goede attitude, zeg maar, op de plaat. Maar het is wel allemaal, de tempo's zijn iets lager, het is wat breder, het is wat meer, ja, toch wel volwassen om cliché te praten, zeg maar. Dat is wel zeker het geval, ja. Afgelopen jaar denk ik meer dan 80 shows gespeeld, ook in deze samenstelling. We hebben samen in de bus gezeten door Europa. En het is gewoon altijd een gezonde sfeer en ook muzikaal is het heel erg goed. Ja. Gewoon een tour die Europa, hè? Hoe was dat? Ja. Koud. Koud, ja. Het is wel koud, ja. In één woord, ja. Heeft dat inspiratie opgebracht voor een nieuwe EP, Too Cold? Misschien wel. Misschien. Dat ga ik niet vertellen. Nee, het is hartstikke mooi gehad. Dat is wat je wil doen als bandje. Tenminste, dat geldt voor zoveel rondjes. Je stapt in de bus en je speelt shows. Volgens mij wel Nederland. We hebben toen ook in Nederland gespeeld. Maar verder gewoon in Europa. En dat is gewoon je droom. Elke dag spelen en je boodschap overbrengen, je liedjes spelen. En samen zijn, weet je wel. Je bent gewoon met elkaar min of meer toch getrouwd. En bevalt me wel, jongens. Bevalt me. Nee, maar dat is gewoon hartstikke leuk. En dat, dan alles wat je ervoor doet, zeg maar, om zo'n bandje, om in een bandje te spelen, van liedjes schrijven tot inderdaad dat merchandise dingen, dat maakt het allemaal zoveel waard. En dan weet je waar je het voor doet, waar je al die jaren voor knokt. De rest van Europa, hoe pakten de mensen het daarop? Nou, eigenlijk ook wel goed, want de eerste show was in Leipzig in Duitsland. En wat we toen zelf heel goed merkten is, we speelden als enige band en het publiek deed gewoon wat er was, deed gewoon goed mee. Maar toen we op een gegeven moment, zeg maar, Old Hearts inzetten waar we een videoclipje van hebben, toen merkte we heel goed dat werkte, want toen gingen de mensen in één keer stage diving, crowdsurfen en meezingen. Terwijl we daar nog nooit zijn geweest en dan denk je in één keer, hey. Op het moment
moment dat je daar staat in, zoals gekend zijn, Duitsland of Polen en zoals een clipje via YouTube, dat gaat gewoon razendsnel blijkbaar. De impact is blijkbaar veel groter dan ik had zelf had ingeschat. En je ziet gewoon mensen meezingen, gewoon een liedje wat jij hebt geschreven en dat is gewoon heel raar. Kijk, als je het heel vaak in Nederland speelt of heel vaak hier in Enschede, en je speelt zoveel shows in hier, dan weten mensen op een gegeven moment van, ach ja, dat liedje. Maar als je op een plek komt waar je nog nooit bent geweest, ja, dan is dat gewoon heel raar en dan denk je van, man, ja, dat is te gek. Het is de tweede EP. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een volle length uit te brengen? Nou, daar hebben we wel voor gekozen, maar dat doen we het later. Dat is ook wel later. Nou, maar een bewuste keuze om nu weer een EP uit te brengen? Of, Ja, eigenlijk wel. Kijk, voor een album zit gewoon meer werk in. En dan moet je ook gewoon meer materiaal klaar hebben liggen en een selectie maken van de goede liedjes. En Ultras ging gewoon zo hard en werd zo goed opgepikt. En we wouden gewoon wel graag met nieuw materiaal weer komen. Ik dacht, nou, we doen gewoon eerst nog even lekker in de EP. Hebben de mensen wat nieuws, hebben wij wat nieuws. En op een gegeven moment hebben we nu wel samen zeg maar 12 liedjes dan de wereld in. En dan gaan we gewoon rustig en maar wel goed doorschrijven voor een full length. En die hopen we dan volgend jaar uit te brengen, zeg maar. Kijk, ja. Dat wil ook graag horen. Volgend jaar de full length. Ja, ja. Precies. Hey, en na de full length, what's next? Europa hebben jullie gehad? Weer Europa. Kijk, we willen natuurlijk alles doen. Kijk, als we naar Amerika kunnen, gaan we naar Amerika. Als we naar Engeland willen, gaan we naar Engeland. De full length willen we natuurlijk gewoon graag doen. En gewoon veel spelen. Dat is wat we gewoon leuk vinden. En dat is ook waar je het voor doet. Dat die live show, dat is gewoon het leukste. En ja. Dat willen we blijven doen. Het komt eigenlijk op twee dingen neer, denk ik. Wat je wilt blijven doen is mooie muziek maken en opnemen en uitbrengen. Dus plaatjes maken en toeren, spelen. En dat, die twee dingen wil je eigenlijk in de eeuwigheid doen. Voor zolang het kan, zeg maar. Ja. Als je het mij vraagt, ik denk dat de jongens ermee eens zijn. Ja, ik denk dat misschien wel het antwoord van elke band zou zijn. Ja. Laten we eerlijk zijn, dat is gewoon het enige juiste antwoord wat je kan geven. Nou. Yes! Yes! Goed ingezet, jongens. Nee. Ja. Dat is voldoende, ja. Hey, laatste vraag van mijn kant. Hebben jullie zelf nog iets gemist in het interview? Of wil je nog iets toevoegen? Nee. Ik zou het zo niet weten. Als mensen ons tof vinden, en je bent er vanavond niet bij, en je ziet het videootje, dan kun je naar deroodhoorn.nl gaan. Dan kun je ook onze clip zien, Too Cool To Run. En vind je het mooi wat je hoort? Luister op Spotify. Het is overal verkrijgbaar. Dat wil ik gewoon even zeggen. Dat was hem wel. We got these songs. Dankjewel, tot zometeen!